Oké, in de video van vandaag een klein woordje over batterijen en dan nog liefst oplaadbare batterijen. Zelf ben ik begonnen met, maar dat is meer dan 10 jaar geleden, met Memorex, batterijen van Memorex, en dat is nog altijd die lader daarvan. Ik gebruik die nog altijd. Hier zie je dat dat nikkel metaalhydride, dus dat was in die tijd was dat de nieuwe technologie van oplaadbare batterijen, nikkel metaalhydride. En de dag van vandaag is dat nog altijd vrij gangbaar. Dan allerlei nieuwe type batterijen. Maar dit bestaat nog altijd, het is op zich geen supersnelle lader als je kijkt. Het gaat wel naar het stopcontact zoals hij ziet, maar ondanks dat is het maar 10 watt. En als je kijkt bijvoorbeeld, als je er 2 AA batterijen in plaatst, dus je kunt hier zowel AA als AAA batterijen plaatsen. AAA batterijen zijn gewoon die kleinere versies van de AA batterij. En dan zie je bij, als je hem volledig volzet met 4 AA batterijen, heb je maar een laadsnelheid van 350 mA. Als je dag van vandaag naar IKEA gaat, dan hebben ze daar batterijen die oplaadbaar zijn. En er zijn geruchten op het internet dat die oplaadbare batterijen dat in-loop batterijen zouden zijn. En in-loop batterijen, dat zijn eigenlijk de beste, of die zijn ervoor gekend de beste batterijen te zijn dat je kunt krijgen op de markt. Nu, waarom batterijen, fotografie, als je flitsers gebruikt, hier gaan bijvoorbeeld 4 AA batterijen in. Dus bijkomend gaat zo'n flitser ook continu die batterijen gaan ontladen en heftig snel ontladen. Dus voor dergelijke applicaties heb je batterijen nodig die een hoge capaciteit hebben. Dit zijn batterijen die ik ooit gekocht heb in de Action voor niet veel geld. Powerbase, dat is een merk van de Action geloof ik. En je ziet, die zijn 2000 mA, dus om die hiermee te laden zou je al even bezig zijn. Grofweg 4 uur om deze op te laden. Maar die zijn ondertussen, ja, die Memorex batterijen die ik hiermee samen met die lader gekocht heb, zijn helemaal stuk. Deze gaan ook niet meer echt lang mee. Wat er eigenlijk gebeurt met dergelijke batterijen is dat ze altijd maar minder en minder hun capaciteit, dus die 2000 mA, dat die altijd maar lager en lager wordt. En dan die minder en minder in staat zijn om hun lading vast te houden over tijd. En zeker als je die intensief gebruikt, zoals met een flitser. Nu, er zijn tal van andere apparaten. Ik heb hier een Game Boy Color liggen. Daar gaan ook gewoon AA-batterijen in. Dat zijn nu niet oplaadbare. Dat zijn alkaline batterijen dat ik erin gestoken heb. Dus die alkaline betekent dat dat niet oplaadbare batterijen zijn. Er zijn op Amazon trouwens laders waarmee dat je dit type batterijen een beperkt aantal keer kunt opladen. Maar ik zou het niet aanraden. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Ik weet, als je dit in dergelijke nikkel-metaalhydride lader steekt, dat je brandgevaar creëert. En niet veel meer. Maar dus in IKEA zouden ze batterijen verkopen en er zijn geruchten dat die batterijen eigenlijk dezelfde zijn als de in-loop batterijen. En die in-loop batterijen zijn vrij dure batterijen. Ik heb er hier ergens liggen, maar ik zou niet weten waar. En ik gebruikte die voor mijn minidisc speler vroeger. En de reden dat ze denken dat dat in-loop batterijen zijn, want er staat ergens een branding op in de zin van in-loop of dergelijke. De reden dat ze toch denken dat die IKEA batterijen in-loop batterijen zijn, is gewoon omdat de batterijen gemaakt worden in een fabriek op een eiland. En op dat eiland zou er maar 1 fabriek zijn voor batterijen. En de in-loop batterijen worden op datzelfde eiland gemaakt. Dus zo komen ze daartoe. Ik heb daar trouwens ook, ben op zoek gegaan naar de batterijen bij IKEA. Ik heb ze niet snel gevonden. Eigenlijk, IKEA is zo opgesteld dat je door de hangen loopt, dat je een bepaald pad volgt, zodat je eigenlijk alle meubilair gezien hebt, in de hoop dat je dan van alles wel ergens iets gevonden hebt om te kopen. En als ik daar doorheen liep, vond ik deze batterijen vrij snel. En had ik ook op 2-3 locaties had ik ook gewone alkaline batterijen gevonden. Deze zijn handig voor, dat zijn UREC batterijen, maar zelfs dit bijvoorbeeld, CR 2032, dat is niet oplaadbaar, maar zelfs dit bij IKEA kostte dat setje van 8, ik denk dat dat 2 euro was of zo. En in een gewone winkel zouden, denk bij Action, betaal je die 2 euro en voor 4 batterijen. En in veel winkels koop je voor 1 of 2 van die batterijen, betaal je al evenveel als deze set. Dus dat heb ik meteen ook gekocht.
kan ik wel gebruiken. Maar dan de batterijen waar ik het over heb zijn deze, dus de Lada 2450. En ze hebben eigenlijk dus de groene, of de groene verpakking beter. Het zijn witte batterijen. Deze zijn de herlaadbaar, dus die nickel-metallhydride dus hier terugkomen. En dat zijn er met een capaciteit van 2450, dus net iets meer dan deze van 2000. Maar zijn vooral ook nieuwe verse batterijen, dus ze zullen veel langer meegaan. Ready to use, ik veronderstel dat ze daarmee bedoelen dat ze meteen gebruikt kunnen worden, dat ze al opgeladen zijn. Ja, ze hebben ook, en die had ik wel al snel gevonden, ze hebben er ook van 1000 mAh. Maar dan ga je zien, hier staan bijvoorbeeld een gameconsole, een zaklamp en een telegeleide auto. Terwijl op de andere batterij staat er apparatuur die minder energie vraagt. Dus voor een flitser bijvoorbeeld, zeker die 2450. Voor een Gameboy zou ik ook die 2450 vragen, maar bijvoorbeeld voor een wekker zou je gerust de kleinere, goedkoper 1000 mAh batterij kunnen gebruiken. Die mAh is puur de inhoud, dus hoe lang dat de batterij stroom kan leveren. Maar ze leveren allemaal diezelfde 1,2 volt. Maar ze kunnen, als ze een grotere capaciteit hebben, gewoon die stroom langer leveren. Ik heb twee setjes gekocht. Dan kan ik één. Dus één zo'n set gaat in mijn flitser, terwijl dat mijn andere set aan het opladen is. Ik denk, ik zou de prijs moeten bekijken, maar het was echt niet veel geld. Ik denk dat was 6 euro voor zo'n pakje van 4. Ik denk dat het zoiets was. En ik heb ook nog, dus zo'n lader heb ik al, wat dat eigenlijk gewoon een stopcontact gaat. Maar ik heb ook nog deze lader erbij gekocht, die ze ook verkopen bij IKEA. En die kan ook AA en AAA batterijen laden. Maar die gaat dat doen via USB. En dan zie je dat hij eigenlijk 5 volt input van die USB neemt en dat hij al aan 0,5 ampère laat, terwijl deze... Oké, toegeven, als je er maar 2 laat, zit hij aan 7 ampère. 0,7 ampère. En hier kunnen er maar 2 in, volgens mij. Maar dat is ideaal om batterijen op te laden via de computer. Dus ik ga deze nu in gebruik nemen en we zullen zien wat dat oplevert. Maar voor de prijs moet je het zeker niet laten. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende.